<laughs> Al je notitieblaadjes grij, huh? <laughs> ja. <laughs> <samen> nou, we waren bezig. Uh... Met als uitgangspunt natuurlijk de geschiedenis van Jefta en zijn dochter. En zo zijn we terechtgekomen bij Romeinen 12. En dat wil ik toch nog een keer lezen, de versen 1 en 2. Want daar waren we mee bezig. En het is ontzettend belangrijk wat daar staat. Vandaar dat ik er best wel redelijk wat aandacht aan besteed. Inmiddels al twee preken. En ik wil er toch vanmorgen ook nog het een en ander over zeggen. Waarom is het belangrijk? Niet voor je behoud. Ik zei, er zijn gelovigen die denken, dit oude lichaam is totaal niet meer belangrijk voor de Heer, want het hoort bij je oude mens. Het hoort bij je oude schepping en de Heer Jezus heeft die weggedaan en dat klopt. God ziet ons alleen nog maar als nieuwe schepping, een nieuwe mens in de Heer Jezus Christus. Maar dan zeg ik altijd, dat is één kant van de medaille. Voor ons behoud is dit lichaam totaal niet meer relevant. Wij zijn een kind van God geworden door geloof en uit genade. En verder niets. Maar, ja, dan. Daarmee ontkracht ik niet wat ik net zei. Maar dit lichaam is wel belangrijk voor ons leven hier op aarde. Namelijk voor de praktijk van elke dag. Wij kunnen namelijk beloning van de Heer ontvangen. Ik zal straks ook nog wel een tekst daarover lezen. Wij kunnen beloning ontvangen naarmate wij hier in deze wereld de Heer. In meerdere of misschien mindere mate dienen. Dat is niet alleen met je geest. Dat doet hij ook door je lichaam. Onder andere door je mond, namelijk door te getuigen. Vandaar dat dit ontzettend belangrijk is. En dat blijkt ook wel uit de woordkeus van Paulus. Ik bid u dan. Hij zegt niet, ach mensen, broeders. Probeer je lichaam als een goden welgevallig offer hem aan te bieden. Nee, het is een soort van smeking. Hij bidt echt van. Doe dat nou. Luister nou. Want het heeft toch gevolgen ook voor je positie in de eeuwigheid. Namelijk in verband met die beloning. Nou, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan in het verleden... aan de hand van de opname van de gemeente. Maar goed, dus daar gaan we het allemaal verder niet over hebben. Maar dit is ontzettend belangrijk. En vandaar dat ik er in de context van de geschiedenis van Jefta en zijn dochter... toch behoorlijk veel aandacht aan besteed. Ik bid u dan, alsjeblieft, zegt Paulus, alsjeblieft, ik bid jullie... Broeders en zusters, uiteraard. Door de ontfermingen gods. Nou, daar hebben we een rijtje van opgezond en gelezen in de Bijbel. Dat gij niet uw geest, maar uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerander. Want zo was het met de offers onder het Oude Testament. Het was of een welriekende geur, of het stonk voor God. Ik heb toen het voorbeeld van Kain en Abel genoemd. Het offer van Abel was een dierlijk offer en zo moest het, er moest bloed vergoten worden voor verzoening. Dat offer van Abel was, dat steeg omhoog en was een welriekende geur voor de Heere God. Kain bracht het offer van zijn land, tarwe, graan, zonder bloed. En dat stonk voor de Heere God. Dat offer steeg ook niet ten hemel. Maar wij mogen onze lichamen stellen tot een levende, heilige, goden, welbehagelijke. Het ruikt lekker voor God, het ruikt ons leven. Lekker voor de Heer. Bent u liefelijke geur voor Christus elke dag weer? Een welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke, in het Grieks staat logische godsdienst. En dit is heel belangrijk vers 2. Word deze wereld niet gelijkvormig, want dan komt het niet goed met dat welriekende offer. Als je de wereld gelijkvormig bent, dan stel je lichaam blijkbaar in dienst van de wereld en de principes van de wereld maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. In de andere vertaling staat van uw denken. Want als je denken veranderd wordt, verandert ook je handelen. Wat wij doen, doen we naar aanleiding van wat wij denken. En we denken soms dat een bepaalde weg goed is en daar handelen we naar. Dus het is heel belangrijk dat onze gedachten, ons denken veranderd wordt op dat... Dat kan alleen maar als je veranderd wordt en als je vernieuwd wordt in je denken, op dat gemogen beproeven, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Die kun je dus weten. Die kun je proeven. De wil van God met uw persoonlijk leven. Maar dan moet je wel vers 1 en 2 doen. Dus het is ontzettend belangrijk. Nou, we hebben natuurlijk al gehoord dat toen de heer Jezus hier uh, 2000 jaar geleden op aarde rondliep, hij zijn eigen lichaam volledig onder controle had. Het is nooit zo geweest dat hij het een moment, al is het maar twee seconden, niet onder controle had. Volledig. En vandaag wenst de Heilige Geest hetzelfde in verband met ons lichaam: niet dat wij dat zelf onder controle hebben, maar dat de Geest ons lichaam onder controle mag hebben. Vandaar dat een van de vruchten, ja, er staat vrucht van de Geest en er komen er een paar, enkel fout. Maar dat de vrucht van de Geest onder andere zelfbeheersing is. Als je je zelfbeheersing verliest en er van alles gebeurt, ook in negatieve zin. dan heeft de geest je lichaam, je gemoed niet onder controle. En dan verlies je dus je zelfbeheersing. Maar daarom hebben wij de verantwoordelijkheid. dat het ondergeschikt gemaakt wordt aan Christus. dat de geest. Dat, natuurlijk, ik weet, dit is een utopie. die gaan wij nooit bereiken. Maar het is ook een groeiproces, je kan er steeds verder in groeien. Ik denk ook dat hier misschien wel broeders en zussen zitten. die als ze kijken twintig jaar geleden. dat ze zeggen, nou ik ben echt gegroeid in de Heer. ook wat betreft misschien die zelfbeheersing. Dat je misschien een opvliegend type was. dat je zegt, ik ben veel rustiger geworden. Dankzij de Heer. dankzij dat ik veranderd ben in mijn denken. Dat is heel goed mogelijk, want zo werkt dat. Als je leeft met Christus, dan veranderen die zaken. Wat betreft je karakter. Je, je natuurlijke zaken, zoals je geboren bent. Want dat komt onder controle van de Heilige Geest. Nou, dat wil de Geest. Hij wil controle hebben over uw en mijn lichaam. En daarom hebben we de verantwoordelijkheid. ons lichaam te stellen. tot een Goden welbehagelijke offerande. Dus niet alleen onze geest. Maar ook onze lichamen ter beschikking stellen aan de Heer Jezus Christus. Er staan natuurlijk hele mooie woorden. Ik heb het ook al even behandeld, maar gaan we zo even verder. Er wordt gesproken over een levende offerande. Dat is eigenlijk een tegenstelling. Want het woord offerande houdt verband juist met de dood. En hier staat leven, dus dat vind ik, vind ik wel heel erg mooi. In Galatenen 2 vers 20 zegt apostel Paulus: "Ik ben met Christus dood, want ik ben met Christus gekruisigd." Eens was mijn lichaam het lichaam van Ananias, het instrument van mijn eigen zondige ik, en ik moet eerlijk zeggen, niet hard roepen, soms is dat nog wel zo. Soms is dat nog wel zo. Maar structureel was mijn lichaam alleen maar een instrument van mijn eigen zondige ik, maar nu ons eigen ik, nu mijn eigen ik, door Gods genade en door Gods ontferming, met Christus gekruisigd, gestorven en begraven is, dien ik er steeds voor te houden dat ik voor de zonde weliswaar dood ben, daar ben ik, maar levend voor God in Christus, een levend, geen doodoffer. De dieren werden geslacht, ze waren dood. En vervolgens werden ze aangeboden aan de Heer als een offer door ze in de fik te steken. Maar ik ben der zonde dood, broeders en zusters, in dier Jezus Christus. En gode levend in Hem. Nou, als je dan vervolgens in de praktijk, nogmaals, dat is een groeiproces hoor. Als je vervolgens in de praktijk van straks, vanmiddag, vanmorgen, van overmorgen, de rest van je leven. afstand van je eigen lichaam doet. Namelijk het ter beschikking stelt aan God. Dus als een offerande voor zijn dienst. Dan beleid je daarmee tegelijkertijd. dat je dus zelf je eigen ik gekruisigd is met Christus. Want het gaat niet meer om jou. Mijn ik is dood. Het gaat nu om de Heere God. Wat wil Hij met mijn leven? Inclusief mijn lichaam. Als een levende offerande. Dus het betekent dat we ons niet alleen voor de zonde dood hoeven te beschouwen. En dat mogen we doen. We zijn dood voor de zonde. Dat is heel belangrijk om te weten. Want we vechten vaak tegen de zonde. En maar knokken om onze, van onze onhebbelijkheden af te komen. En het lukt maar niet. En het gaat weer door en het gaat weer verkeerd. We mogen ons als der zonde dood beschouwen. Maar Goden levend in Christus. En vooral dat laatste moet je vooral op gericht zijn. En de Heere God vraagt niet alleen een overwinning in ons leven op de zonde, maar hij vraagt ook ons lichaam als een levende, heilige en hem welbehagelijke offerande, waardoor hij zijn wil kan voorbrengen. Nou goed, ik wil met u naar Romeinen 1. Een paar hoofdstukken terug. Vers 1. Paulus. Een dienstknecht van Jezus Christus. Zou hij zijn lichaam. Als dienstknecht, dat staat letterlijk doelloos, slaaf. Zou hij zijn lichaam toen ook ter beschikking aan God hebben gesteld? Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel. Een geroepen apostel. Afgezonderd tot het evangelie van God. Is dat alleen maar geweest met zijn geest? Dit. Dat hij een dienstknecht, een slaaf van Christus was. Afgezonderd om het Evangelie van God te verkondigen. Was dat alleen maar met zijn geest? Natuurlijk niet. We kennen de zendingsreizen van Paulus. Nou, dat deed hij echt met zijn lichaam hoor. Hij moest echt die bootjes in. En zelfs tot in Italië komen. Ja, er zijn zelfs uh, mensen die zeggen hij is in Frankrijk geweest. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar de reizen deed hij natuurlijk met zijn lichaam. En hij was gehoorzaam aan de Heere God. Dus hij stelde zijn lichaam ter beschikking aan de dienst van Christus. En die riep hem naar die landen. En die riep hem naar wat nu Turkije is. Hij ging daarheen met zijn lichaam. De Heer Jezus, Christus, vraagt van ons dat wij ook onze lichamen. zullen onderwerpen aan de in ons wonende Heilige Geest. Niet alleen om overwinning te hebben en overwinning te ervaren over de zonde... maar ook om een aan hem gewijd leven te leiden. En natuurlijk gaat dat wel eens mis. Maar het is om, om iets structureels. Om een gerichtheid in je leven. Dat je het verlangen hebt om de Heer te dienen. En hem te gehoorzamen en zijn weg te gaan. En dat is hartstikke moeilijk. Dat is geweldig moeilijk. Zeker ook in de tijd waarin we leven. Wat las ik? De EU die wil de christelijke namen weg hebben... Heeft iemand dat gelezen? Waar stond het op CIP? Kerstfeest willen ze niet meer hebben. Maar ze willen ook fictieve namen hebben. Voor Maria en Johannes bijvoorbeeld. Stond er gewoon in de EU. Daar is zoveel kritiek op gekomen. Dat ze gaan het opnieuw bekijken. Maar die kant gaat het steeds meer op. Gaat steeds meer op die kant. En wij mogen ons lichaam stellen. Als een offer voor de Jezus Christus. Dat hij ermee mag doen wat hij wil. Dat we mogen getuigen van hem. Nou, we gaan het steeds meer tegenstand krijgen hoor. Het is allemaal inclusief en niet discrimineren en noem het allemaal maar op. Het wordt steeds moeilijker, ook in onze Nederlandse maatschappij. Voor, uh, voor ons als gelovigen. En zeker ook voor jonge mensen die de heer net kennen. Dat wordt een hele strijd. En waar gaat dat heen? Maar nogmaals, ik laat me niet gek maken. Ik ben er niet bezorgd over. We hebben het profetisch woord. We weten waar het naartoe gaat. Gaan vanmiddag. Ja, het wordt wel een beetje spannend vanmiddag. Even een beetje, een beetje propaganda maken voor de Bijbelstudie. Het wordt best wel interessant. Het is niet uh, uh, een wet van mede- en persen, maar het is wel bijzonder. Namelijk dat Belsassar dat schrift ziet aan de wand van zijn paleis. Menee, meneer, tekel, Ufarzin. En dat wordt uitgelegd. Het is een spannend gebeuren vanmiddag. Ik weet ook niet of. Misschien vindt niet iedereen het even fijn om het te horen, maar we gaan het erover hebben. Goed, uh, dat even los. Titus 2, vers 12 wil ik ook even met u naartoe gaan. Titus 2, vers 12. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden... verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk... en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Ik zei net, ons leven mag gewijd zijn aan Christus. En hier staat dat we geheiligd zijn... dat we een godzalig leven zouden hebben in deze tegenwoordige wereld. Afzondering, heiliging houdt dus zowel iets negatiefs in, want we verzaken de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden. Daarvan zijn we afgezonderd als het goed is. Dat is ook, heeft ook te maken met dat wereldgelijkvormig denken. Daar willen we zo min mogelijk mee te maken hebben, maar dat is negatief. Maar heiliging houdt ook iets positiefs in, want waaruit bestaat nu een heilig, namelijk afgezonderd leven? Nou in ieder geval dat het godzalig is. We zijn getrokken uit deze goddeloze wereld. En dat mogen we ook in de praktijk proberen. Niet dat je eruit getrokken wordt. Hè. Ik ga, uh, uh, nou ja, maandag werk ik thuis. Donderdagmiddag ga ik weer naar mijn werk. Ik sta gewoon met beide beentjes. Gewoon in deze wereld. Maar niet meedoen met de principes van de wereld. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar dat is negatief. Nou, en dan? Dan doe ik dat. En dan? Nou, dat alternatief. Staat er dus in Titus 2, vers 12. Opdat je vervolgens matig en rechtvaardig en godzalig zou leven. Namelijk je lichaam zou stellen als een gode, welbehagelijk en levende offerande. Waaruit bestaat onder andere dat heilig en afgezonderde leven? Gaan we naar 2 Korinther 5. Ja, ik, even een aantal schriftgedeelten. 2 Korinther 5. Want we zijn afgezonderd voor de dienst aan de Heer, dus de positieve kant, met heel Annemarines, met heel zijn wezen, zijn geest, zijn ziel, maar ook zijn lichaam. Het hoort er allemaal bij. En dan lezen we in 2 Korinther 5, vers 18. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Waartoe ben ik geheiligd, afgezonderd voor de dienst aan God? Onder andere vanwege de bediening der verzoening. Weet je wat Paulus hier eigenlijk zegt? Dat God ons tot zijn vertegenwoordigers gemaakt heeft: Tot zijn ambassadeurs hier op aarde. Dat zijn wij. Ja, ik heb niet zoveel met. ...vertegenwoordigers, We hadden ook een sticker op de deur, die hadden we. Van uh, we hebben al een energiemaatschappij, dit, dit. Dus er kwamen gelukkig niet meer aan de deur. Maar wij zijn wel vertegen. Dat zegt Paulus hier: vertegenwoordigers van Christus. Wij zijn geheiligd, wij zijn apart gezet om vertegenwoordigers. Dat is wat? Ambassadeurs van God op aarde te zijn, nu. En u weet dat de vertegenwoordiger erop uittrekt. Hè? Ik heb een hele encyclopedie van 20 delen. Die heb ik, geloof ik, 30 of 35 jaar geleden gekocht. Volgens mij aan de deur. Nou, dat weet ik ook niet eens. Maar dat gaat vaak aan de deur. Hè? Dan komen ze leuren. Ja, en soms trap je daarin. Hè? Maar u weet dat de vertegenwoordiger erop uittrekt. En een product aan de man probeert te brengen. Misschien heeft u ze allemaal wel een keer aan de deur gehad, als het product goed is dan gebruikt hij dat, die vertegenwoordiger, dat product niet alleen voor zichzelf, maar dan probeert hij er ook anderen voor te interesseren. En dat wil de Heer ons hier duidelijk maken. Ongetwijfeld in deze coronatijd is er in vele preken de vergelijking, corona is dan een ziekte door een virus, is de vergelijking gemaakt met de zonde, wat in principe werkelijk een ongeneeslijke ziekte is. Maar wij hebben het medicijn, namelijk die bediening der verzoening, het Evangelie van de Heer Jezus Christus. En wij weten dat het goed is. Wij weten dat het werkt. En daarom bewaar je het niet voor jezelf en hou je je mond dicht. Maar probeer het aan de man te brengen, om even in de terminologie te blijven. Probeer het aan de man te brengen bij anderen, bij je vrienden, bij je vriendinnen, bij je familieleden, bij je vrouw, bij je man, bij je kind, collega's, noem het allemaal wild vreemden Als het kan, hè? Als de Heer daar de mogelijkheid, dan moet je het te pas en te onpas gaan doen, maar dat werkt daar van rechts. En we hebben een geweldig product. Het verzoeningswerk van de Heer Jezus in dood en opstanding was HET geneesmiddel voor die dodelijke, ongeneeslijke ziekte in principe, die zonde. Een beetje erger dan corona. En dat wilde hier ons duidelijk maken. Stel je lichaam tot de Goden welbehagelijke en levende offerande... want je bent geheiligd en apart gezet voor de bediening der verzoening... namelijk om mijn evangelie te verkondigen aan mensen die dood zijn... in hun zonde en in hun ongerechtigheid. In 2 Korinther 5, vers 19b... Lezen we dat God daartoe het woord der verzoening in ons gelegd heeft. Wij bezitten dat dus. Tuurlijk dat woord. Het woord zelf woont in ons. Christus woont zelf in ons. Hè? En dat vind ik ook weer zo bijzonder. Want ja, ik ken mijzelf. En ook Anne is niet altijd even betrouwbaar. Ook Anne heeft zijn falen, zijn tekortkomingen, zijn zwakheden, zijn zonden. Maar dat betekent dat God dat woord der verzoening in mij heeft gelegd. Ik heb het maar even over mijzelf. Dat betekent dat hij die boodschap van verzoening aan mij heeft toevertrouwd. Dat denk ik hier: kent u mij wel goed genoeg? Ik stel u toch elke dag teleur? Doe u toch verdriet? Hoe vaak doof ik uw geest niet uit? Blus ik uw geest niet uit? Hij heeft die boodschap van verzoening aan Anne toevertrouwd. Aan ieder kind van God is deze boodschap van het evangelie toevertrouwd aan jullie. Allemaal. Ondanks wie je bent, wat je van jezelf vindt, maakt niet uit. U heeft dat van de Heer ontvangen. Daarom behoort iedere gelovige ook het werk van een evangelist te doen. Ik zeg niet dat hij een evangelist is. Maar er staat wel in de Bijbel dat we allemaal het werk van een evangelist mogen doen. Dat wil zeggen dat jullie allemaal. Ook vanmiddag, ook morgen, ook overmorgen. Op je plaats, waar je terechtkomt. Op jouw manier het evangelie mag en kan verkondigen. Je kan het ook, je hebt er namelijk zelf deel aan. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. En het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds moeilijker, broeders en zussen. De tegenstand is nou al erg... Zowel vanuit politiek, vanuit de media, vanuit de EU. Nou, uiteindelijk van de wereld. Hey, je, je ziet het, hè? Ik had er even met Edwin over dat globalisme. Wereldwijd is de wereld in een bepaalde situatie. En wereldwijd probeert men ons een bepaalde kant op te krijgen. De mogelijkheden zijn er al. Het gaat er naartoe. Het gaat naar de openbaring 13 toe. Dat is het niet. Maar we zien de mogelijkheden om de hele wereld op een bepaalde manier onder controle te krijgen. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Gaan we het daar vanmiddag ook nog even over hebben? Volgens mij een beetje goed. Nou, we hebben gezien uh, hoe het is met ons oude lichaam. Met dit oude lichaam. Wat eigenlijk een klein wondertje is dat de heer dat wil gebruiken. Dat de Heilige Geest dat oude, gebrekkige, zondige, vergankelijke lichaam wil gebruiken als zijn instrument om het evangelie te verkondigen. Maar daarvoor moet je lichamen lichaam wel overgeven aan de Heer. En niet denken, nee Heer, ik bepaal nu even zelf. Ik heb zulke mooie dingen in gedachten. De Heilige Geest vraagt ons om een instrument in Gods handen te zijn. Opdat hij onder andere de blijde boodschap door ons bekend mag maken. En dan lezen we Romeinen 12 dat het je logische godsdienst is. Waarom is het logisch? Om God je lichaam als een offer aan te bieden. omdat we hem toebehoren. Toch? Of bent u niet zijn eigendom? Dat wil toch zeggen dat hij de baas is over ons. Ik zeg het even op die manier, dus duidelijk. Dat hij het toch voor het zeggen mag hebben over ons. En ik weet, ik kan hem nooit terugbetalen. voor wat hij heeft gedaan. al stel ik mijn hele lichaam. ter beschikking aan de heer voor de volle 100 procent. Ik kan hem nooit terugbetalen. Voor al die liefde en al die genade. en al die barmhartigheid. Toch behoor ik mijzelf aan hem te geven. En eens zullen we voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En daar hebben we het heel uitgebreid in het verleden over gehad. Dat gebeurt bij de opname van de gemeente. Komen we niet voor de Witte Troon hoor. De Witte Troon is op de jongste dag. Dat is, dat is nog minimaal duizend jaar later. Wij zullen verschijnen als we de stem van de Heer zullen roepen. De gelovigen op de begraafplaatsen zullen opstaan, zullen opgewekt worden. Wij zullen oogwenk veranderd worden hem tegemoet. Dan zullen we staan voor de rechterstoel van Christus. Niet om veroordeeld te worden, want dat kan niet. Het oordeel heeft de Heer Jezus gedragen voor ons aan het kruis van Golgotha. Maar wel om rekenschap af te leggen van wat? Ik ga met u naar 2 Corintus 5, vers 10. Nou, in het hoofdstuk zitten we al. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus bij de opname van de gemeente. Opdat een iegelijk, u bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw daden en wat u met uw lichaam doet. Opdat een iegelijk het hetgeen door de geest geschiet. Nee, door het lichaam geschiet. nadat hij gedaan heeft. het zij goed, het zij kwaad. De Heer zal ons roepen. We zullen met hem verenigd worden. Op dat moment zullen we staan voor zijn rechterstoel. en we zullen rekenschap. Daar hoef je niet bang voor te worden of zo, want je bent behouden. Het heeft niks met je behoud te maken, dat is altijd uit genade. Wij kunnen die is nooit meer ongedaan maken. ligt vast in het offer van de Heer Jezus. Maar het gaat hier om beloning. Het gaat hier om uitbetaling. En wij zullen rekenschap moeten afleggen van wat er met ons lichaam staat hier. Daar ben ik zo blij om. Dit lichaam, hè? dat gebrekkige, zondige lichaam. Wat ik met dit lichaam gedaan heb, dat kan heel positief zijn in het dienst van God. Kan bijvoorbeeld ook zijn in dienst van jezelf. Of in dienst van de zonde. Of in dienst van de duivel. Ja, daar verdien je niet veel mee. Maar er wordt weer over het lichaam gesproken. Broeders en zusters, daarom ik bid jullie, zegt Paulus. En daarom sta ik er misschien wat lang bij stil. Het is zo ontzettend belangrijk: de Heer vraagt mijn lichaam: dit oude, vleeselijke, natuurlijke, zondige lichaam. En hij zal ons loon geven in de toekomst voor de zaken waarmee wij hem in en door dit oude lichaam groot gemaakt hebben. En verheerlijkt hebben en geëerd hebben. En de vraag is dan, hoe kunnen wij dit gode, welgevallige leven uitleven bijvoorbeeld hier? Want het geldt voor altijd. Of u nou thuis bent of u bent op vakantie, maar ook in de gemeente. Toch? Hoe kun je zoiets doen in de gemeente? Nou, die vraag wordt behandeld in Romeinen 12, daar ga ik even naartoe. Romeinen hoofdstuk 12. Want wij vormen met elkaar één lichaam. En wij zijn als leden van dat lichaam verbonden met ons hoofd, het hoofd van het lichaam, die is Jezus Christus. Ik lees vers 4 en vers 5 van Romeinen 12. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, al zo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeens zijn wij elkanders leden. Broeders en zussen, we zitten in een plaatselijke gemeente. Het lijkt mij duidelijk dat jullie dat inmiddels wel weten, dat we niet allemaal dezelfde functie hebben. Niet allemaal dezelfde bediening hebben. Zoals ook delen van mijn lichaam, mijn fysieke lichaam, niet allemaal dezelfde functie hebben. Hè. Dat, is, dat is heel begrijpelijk dat de Heer hier het voorbeeld gebruikt, Paulus, van een lichaam. Want dat is voor iedereen duidelijk. Maar God zegt dat wij allen, alle gelovigen uiteraard, en als collectief één lichaam in Christus vormen. Toch zijn wij als individuele organen, instrumenten, leden, lichaamsdelen werkzaam, waarbij wij in gelijke mate van elkaar afhankelijk zijn. Dat beseffen wij misschien niet eens, maar wij zijn ontzettend afhankelijk van elkaar. Zeker hoe vijandiger de wereld wordt, hoe nodiger we ook elkaar hebben. Ik kan mijn hand niet bewegen, tenzij mijn hoofd denkt en mijn spieren gaan samentrekken. Ik kan mijn handen niet bewegen zonder de werking van mijn hart. Dat het bloed door mijn lichaam doet circuleren. Ieder lid. We zijn ons daar te weinig van bewust. Wij denken dat de gemeente afhankelijk is van ons. Hè? Dat denken we soms. Hè? Maar dat is niet zo. Ieder lid van het lichaam, ook in de plaatselijke gemeente, is afhankelijk van de andere leden van het lichaam. Ik zeg het even. Dat valt niet altijd mee. Daarom vind ik het een beetje negatieve slechte zaak wanneer een gemeente afhankelijk is van een voorganger. Kijk, op het werk heb ik verschillende collega's, die hebben een functie en die doen dat alleen. Nou, dan kun je als organisatie een probleem krijgen, want als die ziek wordt of wat dan ook, dan heb je geen backup. Dus eigenlijk moet je altijd iemand hebben die je tijdelijk kan vervangen. En zo is het denk ik ook wel met een plaatselijke gemeente. Het zou niet zo moeten zijn dat je afhankelijk zou zijn van één man. Dus ieder christen is een lid van het lichaam van Christus, maar wij zijn wel afhankelijk van elkaar. We zijn afhankelijk van de andere leden. Niemand van ons mag zo exclusief zijn dat we niet met anderen zouden kunnen samenwerken of rekening moeten houden. Zo belangrijk zijn, zijn wij niet, ben ik ook niet. Altijd rekening houden met de ander. We mogen onszelf ook nooit wijsmaken dat je de enige bent die belangrijk is. Dat ik de enige ben die belangrijk is, laat je dat niet wijsmaken, het is niet zo. God heeft ons allen gaven gegeven die passen en horen bij de arbeid, ook in de plaatselijke gemeente. En het is daarom voor ons allemaal goed te weten welke gaven hebt u van de Heer te ontvangen. Want hoe beoefent u die gaven? Door middel van je lichaam. Niet door middel alleen van je geest, gewoon door middel van dit oude, zondige, vergankelijke lichaam. En ik heb het wel eens eerder gezegd, het is ook niets nieuws natuurlijk voor jullie, het is erg nuttig... Om je regelmatig af te vragen wat is nou mijn taak en mijn verantwoordelijkheid, ook binnen de plaatselijke gemeente hier. Het is altijd goed om dat eens een keer te evalueren. En zo'n taak is nooit afhankelijk van je geld of van je leeftijd. De Heer kan je gebruiken ook in deze kleine plaatselijke gemeente. Door middel van je lichaam, hè? want daar gaat het steeds over. En wat dat betreft is er in het verleden al veel onheil geweest. Wat betreft ook het bezig zijn met de gaven. Namelijk dat de gelovige een dienst wilde doen die God helemaal niet aan hem gegeven had. Dat gebeurt ongetwijfeld. Dus misschien dat is, daarom moet je zelf soms eens toetsen aan het woord. Dat je misschien al jaren bezig bent met een bepaalde taak in een gemeente, dat de Heer God denkt van ja, maar, maar ik heb een heel ander plan met jou in de plaatselijke gemeente. Of omdat wij je een werk juist niet willen doen. die de Heer ons wel toegewezen heeft. Ja, dat, dat zal niet echt meevallen om dat voor jezelf te ontdekken. Maar de Heer heeft een plan. Een plek voor u in deze gemeente. U ziet hier niet voor niets. En het is natuurlijk wel belangrijk dat als je wat doet. dat dat ook de bedoeling van de Heer is. Hè? Tuurlijk. Dus het is echt geen verkeerde zaak, broeders en zusters. om je eens af te vragen. wat je plaats in de plaatselijke gemeente mag zijn. Nogmaals, een ieder van ons. Is een deel van het geheel. Maar wel een belangrijk deel. Voor iedereen. Iedereen is even belangrijk. Niemand van ons mag denken: het werk bijvoorbeeld in de gemeente kan heel goed zonder mij. Dat kan ook. Ach, dat doen anderen wel, die zijn al druk bezig. Ik hoef niet zo nodig. God heeft ons als leden in het lichaam van Christus geplaatst. opdat wij de opdracht, de verantwoordelijkheid zouden erkennen, erkennen en uitvoeren. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods. dat gij uw lichaam stelt, thuis, op het werk, maar ook in de plaatselijke gemeente. tot een levende, heilig en gode, welbehagelijke offerande. welke is uw redelijke, uw logische godsdienst goed. Dat was voorlopig voor de laatste keer dat we het hierover hebben. We hebben nu uitgebreid, ja, het is zo belangrijk. Daarom heb ik er uitgebreid bij stilgestaan. Bij ons lichaam als een levende offerande. Waarom? Omdat dat nou precies ook de betekenis is en toepassing van Jefta's woorden. Als hij zegt: Zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan. Als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn. En ik zal het offeren ten brandoffer. Het lijkt mij duidelijk, broeders en zusters, dat dit niet letterlijk aan de dochter van Jefta gebeurd is. Zij is niet verbrand. Daar gaan we het volgende week nog een keer over hebben. gaan we terug naar Jefta. Dat is ook de laatste preker uit deze serie. We hebben het uitgebreid in drie preken over Romeinen 12 gehad... De dochter heeft dat uitgewerkt. Ze heeft de rest van haar leven gewijd, ook haar lichaam, aan de dienst van haar God. Ja, zo'n dochter wil iedereen wel hebben, hè? Tuurlijk. Volgende keer verder. Amen.